Bingo Town. Yo, wat up gasten, welkom bij deze nieuwe dinsdagtip op Bingo Town. Kut, ik dacht, sorry, heel cool, wat iets fout. Okay. En vandaag hebben we dus over dit ding. De doos is nu open omdat ik hem kapot heb gegooid nu al. Voordat de dinsdagtip kon beginnen. We hebben hier een Magic 8-ball. Hij gaat antwoorden geven op onze vragen. En ik zit hier vandaag naast Rick. De dinsdagtip. Thomas, vandaag hebben wij hier de Magic 8-ball. Ja. Heb jij al ooit zoiets gehad als dit? Ja. Ik heb er een thuis staan. Serieus? Ja. En die zit ook heeft ook in een paar video's gezeten van mij. Of in ieder geval eentje. Serieus? Ja. Oh, welke? Hoort mij eigenlijk helemaal niet. Ja. Ik wil hem hebben. Oh, rustig. Oké, heel simpel, dames en heren. Het is niet echt bepaald veel over te lullen. Een Magic 8-ball. We kunnen een vraag stellen, we leggen hem neer. Je pakt hem op en aan de onderkant zie je dan vervolgens je antwoord. Ja. Daar verschijnt dan iets. Even kijken, wat staat er nu? Nee, je moet hem wel ondersteboven houden, zeg maar. Oh, ondersteboven. Zo. Dus je kan het nooit echt goed filmen. Oké, moet je de camera, want daar staat de tweede cameraman. Moet je even kijken. Hier, zie je? Je kan nu wel goed in beeld. Zie je? Er staat nu unlikely, dus... Waarschijnlijk niet. Dat is een grote kans van niet, zeg maar. Dan stellen we bijvoorbeeld een vraag. De vraag kan bijvoorbeeld zijn... Ga je deze video een blauw duimpje geven? Focus and ask again. Je moet het wel even goed doen. Gaan jullie nu allemaal een blauw duimpje omhoog doen? Volgens mij heeft een stone de eetbal, want hij werkt niet echt. Ik gooide hem aan het begin al kapot. Prospect good. Oh, dus het ziet er goed uit. Nou, een goed vooruitzicht. Volgende vraag. Heb ik een grotere penis dan Thomas? Dat is gewoon, ik denk laten we dat clichématige iets maar direct uit. Ja, ik hoef die van jou ook niet te zien om te vergelijken. Don't bet on it. Zal ik mijn vader ooit nog zien? Dat is echt een hele depressieve vraag. Dit is echt gifzwarte comedy wat hier in één keer voorbij komt. Positively, dus nou. Kijk, die één bal. Ga ik mijn vader nog een keer ontmoeten? Gitzwart bleven. Hij bleef iets te lang gitzwart. Wat zegt hij nou? Don't bet on it. Waarom? Heeft Bardo een gokverslaving? Of een andere verslaving? Onze tip. We deden hetzelfde. Wat? Er zitten veel meer van dat soort. We hebben maar 3 antwoorden gehad ofzo. Oké, ik wil nu weer. Oh, ja. Onze beurt! Ik ben er klaar mee als het zo. Mag ik naar huis, alsjeblieft? Oké. Nee, eerst een vraag stellen. Ik zei toch, mag ik naar huis, alsjeblieft? Okay, jij doet je hand erop. Absoluut. Mooi. Nee, ik had een ander antwoord, maar je deed je hand erop, lul. Okay, laten we nu een vraagje doen door de kijkers. Ja. De kijkers die moeten nu een vraag insturen en geven wij het antwoord. Ik kan nu direct in de reacties. We wachten even 10 seconden. Stel je vraag. Ik zie daar Maartje, is wel heel druk bezig. Pim, leuk. Oh, er komen al wat leuke binnen. Ja, ik zie er al eentje staan. Gaat mijn huisdier binnenkort dood? Krijg ik binnenkort een salarisverhoging? Oké, dit is... Oh, wacht, we pakken die van Jan. Pak je hem? Mag ik even zien. Mij leek het juist wel mooi als we dat voor alle kijkers, zeg maar, 1 antwoord. Oh, 1 universeel antwoord. Van... Het antwoord. Oh, het antwoord. Oh, dat is leuk. Dus alle vragen worden nu beantwoord. Alle vragen van jullie. Je hebt hem in de reactie gezet. En het antwoord is... Very likely. ik zit zo van, ja, het zijn zoveel mogelijke antwoorden van, is er nog een kans dat, of gaat mijn vader de aankomende zomer niet overleven? Very likely. Ja, misschien hadden we eventjes bij moeten zeggen dat het een ja-nee vraag had moeten zijn ook. Ja, dat die kijkers allemaal van, wat is mijn lievelingskleur? Dat soort dingen. Very likely. Ja. Succes met je leven. We gaan testen of dit überhaupt werkt. Dit is de finale vraag. En dan weten we of deze bal überhaupt waar is. Is dit een Magic 8-ball? Oh, kijk, wacht, camera, moet je kijken wat hij zegt. Zie je wat hij zegt? Hij zegt on. On. Hij zegt on, ik zal niet wel niet on. Waarom? On is geen eens een goed antwoord. On. Wat bedoelt hij met on? Als je enig idee hebt wat hij bedoelt met on. Ik dacht dat het een ja-nee vraag was. Ja. Maar blijkbaar ook. Ja, ik zit ook on. Ben je een 8-ball? On. Ik heb geen idee. Zo. Hoe staat het licht nu aan of uit? Op. De lijn is op. Wat vind jij van deze 8-ball, Thomas? Ja, ik denk dat dit echt een geniale toevoeging is aan iedereens leven. Ik bedoel, ik ben heel moeilijk in vragen zeg maar, beantwoorden. Ik kan niet goed keuzes maken. Dus deze is wel echt een uitkomst voor mijn leven. En ik denk dat je hem ook kan gebruiken als drankspelletje. Als drankspelletje? Zo van, moet ik nog een shotje nemen? Precies. En dan zegt hij nu, yes. Yes. Volmondig yes.
Nou, dat is wel leuk. Ja. En ik denk ook gewoon dat elk huis, als je dit hebt, en dat is het enige nadeel aan dit apparaat, alle kutkinderen, ja, het is een apparaatgeval. Het is alle kutkinderen die je huis binnenkomen, gaan direct hier aan zitten. Hey, is dit een Magic 8-ball? Wat leuk! Dat is verschrikkelijk irritant. En op dat ene nadeel na, heb je hier voor 40 euro best wel wat leuks aan. Tot volgende week! Hoi hoi! 40 euro? Wist je dat niet?